Kijkers in de stream hebben mij verteld dat door dit huisje precies op deze plek een Celebi kan spawnen. Nou vraag ik me alleen af, is dit waar of niet? Ben ik gewoon keihard getrold door de kijkers? Dus mensen, please, in de reacties, spawnt hier een Celebi, ja of nee? Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Pixelmon video. We gaan natuurlijk vandaag weer lekker verder. De laatste keer dat we Pixelmon hebben gedaan was in een livestream. Dus er is waarschijnlijk voor een aantal jullie best wel weer wat veranderd. Dus we gaan natuurlijk eventjes weer helemaal doorheen. Heb jij er nou vandaag zin in mensen? Klik natuurlijk allemaal massaal dat duimpje omhoog aan. En ben je natuurlijk nieuw? Klik ook meteen op de abonneerknopje. Want dan blijf je natuurlijk op de hoogte van alles en nog wat. En natuurlijk mensen, staat deze video ook meteen weer in de playlist. Met natuurlijk ook alle streams en weet ik het allemaal. Dus je kan gewoon allemaal alles rustig gaan terugkijken. En dan moet het helemaal goed gaan komen. Wat ik dus zei, de vorige aflevering was natuurlijk een stream. En je ziet het al meteen, mensen, we hebben dus hier ook een Tyranitar. Ik heb namelijk een Pupitar gezien van level 54. Dus één level omhoog en boem, we hebben een Tyranitar. En voor de mensen, ja, dat is natuurlijk in mijn team aanwezig. Voor het geval als wij naar de bostouwen gaan. En als we daar natuurlijk bezig moeten om toch wel dubbel XP share ding geval te fixen en noem het allemaal maar op. Want dat is een ding dat hebben wij gewoon nodig. En dit gaat absoluut niet werken. Want je ziet het ook nu met mijn Pokémon. En het is gewoon allemaal heel erg low. Maar dat maakt helemaal niet uit. Wat even heel belangrijk is, mensen. Ik moet zo meteen even met jullie ergens naartoe. Want ik heb namelijk het idee dat ik in de stream ben getrold door de kijkers. En ja, ik bedoel, ik weet het, mensen. De Lapras memes en alles erop en eraan. I know. Lapras heeft mij verslagen en weet ik het allemaal. Maar come on. We zetten even hier een waypoint. Nieuw. Hier was ik. Safe. There we go. Oké. Even kijken. Hij staat hier. Oké. Dan gaan we nu eerst eventjes naar huis toe. We gaan even slapen in ons village gebeuren. Want ik heb wel een bed bij me. Maar even Pokémon healen en noem het dan maar op. Dan kunnen we natuurlijk vanuit hier kunnen weer doorgaan. Dit is natuurlijk ons main epicenter, om zo maar te zeggen. Klinkt best wel episch. Dan zeg ik het zelf. Heel slecht dit. Oké. Slapen. There we go. En dan heb ik dus nu meteen een vraag aan jullie, de kijkers. Want ja, wat ik zeg, ik heb het idee dat ik gewoon mijn bed wordt uitgetrapt en niet naar buiten wordt gegooid. Ik heb het idee dat kijkers mij hebben getrold in de stream. En dat heeft mee te maken met deze waypoint. Even kijken waar die staat. Hier staat die. Kijkers in de stream hebben mij verteld dat door dit huisje precies op deze plek een Celebi kan spawnen. Nou vraag ik me alleen af, is dit waar of niet? Ben ik gewoon keihard getrold door de kijkers? Dus mensen, please, in de reacties, spant hier een Celebi, ja of nee? Dank jullie wel voor jullie meedenken en voor het meehelpen. Ik heb eigenlijk maar geen idee. Ik voel dat ik een beetje getrold word, maar tegelijkertijd heb ik zoiets van, ja, maar waarom niet? Maar ja, goed, afijn. Het is een vraag, mensen, die beantwoord moet gaan worden. Dus laat het vooral achter. En mocht je zeggen van, nou, Duf, ik ga het niet achterlaten. Ik ga wel een reactie erover liken. Mag natuurlijk ook. Geen enkel probleem. Like een reactie als iemand zegt ja of nee. En mensen gaan er niet allemaal zeggen van, ja, nee, Duf, dat is wel zo. Of nee, dat is niet zo. Want dan kunnen we weer verder trollen. Alsjeblieft, mensen, oké? Okay? Ik weet het. Ik ben niet de beste Poketrainer. Maar come on, oké? Okay? Come on. Gun mij een beetje, oké? Okay? Gun mij een beetje. Terwijl, Snubbels, volgens mij, wat is Snubbel? Een fairy type hier? Wat doe ik al überhaupt met dit Thunderwave? Nou ja, goed, afijn. Mensen, ik ben helemaal van me apropos. Omdat ik sinds dat wij dat zijn tegengekomen, zit ik ermee. Dat ik denk van, is dit nou daadwerkelijk een Celebi spawn? Jee of nee? Maar goed, afijn. We gaan ondertussen door. Voor de mensen die het ook afvragen. Nee, we hebben nog steeds geen Charmander of Charizard, of weet ik het allemaal, weten te fixen, om zo maar te zeggen. Best wel sad, Peppe. Maar dat komt helemaal goed. Dus wat wij nu gaan doen, denk ik, omdat we natuurlijk ook moeten gaan trainen, gaan wij denk ik nu naar de... Even kijken, waar was het ook alweer? Hier was ik, nee. Daar kan een Legendary spawnen, weet je, Birch Forest. Oeh, een Eevee Hunt is natuurlijk ook wel sick. Want als we namelijk nu in de Birch Forest gaan, en we gaan ondertussen ons Raboot erbij pakken. Kijk, in zo'n forest spawn natuurlijk nog wel wat Burk Pokémon en weet ik het allemaal. En die kunnen natuurlijk wel even gewoon mooi met een vlammetje even wegwerken. Dan gaat het waarschijnlijk... Kijk, het idee is leuk, zeggen we dan. Maar in praktijk, Duf, werkt er voor geen meter. Kijk, hier zie je meteen al Caterpies. There we go. En hier een klein eekhoontje. Scoffer wat. Zou hier een vuuraanval werken? Geweldig is het niet. Maar het is ook niet dat ik denk van, nou... Een dubbelkick dan? Wat doet dat hier op? Wat voor de mensen die zich afvragen... Oh, dat was super effectief. Ik ken deze Pokémon niet. Oké? Okay? Ik ken hem niet. Caterpies moet hier naartoe. En voor de mensen overigens... Ik ben dus nu op zoek naar een Eevee. Ik ben één keer een Eevee tegengekomen. Die heb ik toen met pijn in mijn hart
Oh, wauw, heb ik nu zo'n fucking deze. Die heb ik met pijn in mijn hart, heb ik die per ongeluk, ja, per ongeluk gekild. En toen kwam ik erachter dat een Eevee spawn echt gewoon letterlijk 0,7% was. Toen had ik echt zoiets van, are you kidding me? Hoe kunnen jullie zo tegen mij zijn? Maar goed, you know, it is what it is, wat we altijd zeggen. En we moeten gewoon doorgaan. Wacht, zie wie nou een Froakie? Wacht mensen, kijk op die minimap. Is dat daarboven? Is dat een Froakie? Oh boy, mag ik er alsjeblieft langs? Snel, laat me de... Jongens, dit is even belangrijk. Ik heb sirenes aan. Tatu, ik moet misschien... Is dit een... Dit is voor mij een Froakie. No way. Froakie? Is dat you? Ja, toch? Ja, toch? Of is het... Ja, even wat de voorevaluatie ervan. Ja, hier, Froakie. Nice. Vamos! Nice. Oké, wacht. We moeten je gewoon even loweren. Gewoon even loweren. Takedown. Ja, doe bubbel maar op. Maar vind ik helemaal geen enkel probleem. Takedown. Oké. Laat me dit nog één keer overleven. Dan kunnen we takedown nog één keer doen. En dan hebben we dit. Kom op, takedown. Nice. Oké, perfect. Perfect. Great ball, kom op. Zou hier een duifbal op werken? Ik bedoel, het is een water. Als ik hem niet nu vang, gooi ik de duifbal. Broke free, oké. Maakt niet uit. We got this. Back, pokeballs. Duifbal, let's go. Voor de mensen, een duifbal heeft een 3,5 keer catch rate op water Pokémon. Dus, there you go. Zo zie je maar weer mensen. Oh, Bulbasaur ook nog eens een keertje, no way. Oh my god mensen, we worden hier verwend. We worden hier verwend mensen. Oh, ook nog een Bulby. No way. Nou. De luck. Oh, kijk hem. Hier is hij. En hij is nog nice formaat ook. Oh. Vamos. Kom. Bulbasaur. Takedown. Mensen, ik dacht heel even Bulbasaur gaat dood. Om dit beeld kwam. Maar mijn eigen Pokémon is dood te gaan. Maar that's alright. Ik was bang, mensen. Zo. Een Bulbasaur. Oh, wat ben ik hier blij mee. Moet ik hem natuurlijk nog wel even vangen. Maar kom op. Kom op, gun mij, oké? Gun mij. Back, pokeball, great ball. Zo zie je maar mensen, in één keer van trainen is in één keer gegaan in epische starters te vangen. Dit is zo ziek. There we go, Bulbasaur in the pocket. En we kwamen hierheen voor een Eevee. Ik ben hier zo, maar ik ben echt zo ontiegelijk blij mee. En dat ik nu geen Eevee ga vangen, weet je, ja, het is altijd jammer en weet ik het allemaal. Maar zo be it, joh, zo be it. Wat maakt het uit, joh? We hebben in plaats van een Eevee al heel erg ziek, maar we hebben het gewoon wat anders voor gekregen. En overigens voor de mensen die denken, Duf, waarom wil je dan een Eevee? Ik wil natuurlijk de Complete Evolution set gaan maken. Ik ga eens even kijken, mensen. En moeten jullie niet gaan lachen en weet ik het allemaal? Of nee, dat moet ik niet gaan doen, want ik weet dat ik ze niet allemaal ga weten. En dat heeft ermee te maken dat ik weet waarschijnlijk de Fairy type naam niet. Maar je hebt dus Jolteon, Flareon, Vaporeon, Umbreon, Espeon, Glaceon, Leafeon. En dan heb je natuurlijk nog de Fairy variant volgens mij. En ja, die ga ik niet weten. Ik weet niet. Hartion. Nee, mensen. Mensen. Er is toch ook nog een Fairy type daarvan, toch? If zo, mensen, laat het achter in de reacties. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik zit echt even nu te denken. En mensen, dit is niet van, haha, Duf weet het niet. Dit is gewoon een fairy type. Kom op, wie gaat nou een fairy type evolution erin gooien? Er is toch een fairy type evolution? Of ben ik nou mezelf voor de gek aan het houden? Ik dacht al bij mezelf, dit moet ik niet doen. Want dadelijk hebben we een nieuwe Lapras meme. Is het nou die evolution meme? Ik zit echt even nu te denken, joh. Af, weet je, mensen, we vergeten het gewoon. Het maakt helemaal niet uit. Wij gaan ondertussen gewoon door. We zijn hier lekker onze reboot aan het trainen. Om natuurlijk uiteindelijk de level, ja, dus de derde evolution ervan te halen. En ondertussen blijven we ook op die minimap kijken. Of wij misschien ergens een Eevee zien spawnen. Maar het antwoord tot nu toe is nog nee. Doei, Weedle. Doeg. Nee, toch? Nee, we zien nog geen evolution. Maar dat maakt helemaal niet uit. Overigens ook een vraag, mensen. En dat weten jullie vaak allemaal beter. Op welk level kan ik Pikachu het best gaan evolven naar een Raichu? En dan kan je denken, Duf, dat moet je helemaal niet doen. Want het is Pikachu, jawel. Wij willen een Raichu hebben. Raichu is zo ontiegelijk ziek.
Dat geldt ook voor de Raichu Pokémon kaart, hè? De Holo version. Zo ziek, al zeg ik het zelf. Dus ja, jawel. We moeten een Raichu hebben in ons team. Nee, nee, nee. Dit ga je niet menen. We hebben nu al 2 starters weten te vangen. En kijk wat hier spant. Kijk nou wat hier spant. Dit ga je, dit bedenk je niet. Oh, dit, nee, want het is ook een bos. Oh. You got your baited. You got your baited. You got your baited. Ah, fijn. Ik dacht, yo, we hebben hier nu een Marshmallow, of een Swampert bedoel ik, die evolve natuurlijk van een Mudkip. Is niet zo. Voor de mensen die dit, don't try this at home, wat ik nu ga doen, fucking dom om te doen een Entei tegen dit in te zetten. Alles wat ik heb is dit. Wat is natuurlijk is dat niet een waterfighting? Ik weet het niet, maar het maakt geen ene moer uit wat ik doe, want ik kan hem niet aan. Dat is gewoon één ding, ik kan hem gewoon niet aan. There you go. Dus laat maar zitten. Voor de mensen, de zoveelste Mega Evolve die we hier hebben gevonden, waar we niks mee kunnen. It's my life. Oh mijn god, hé. Wat hebben we hier nog meer? Nog steeds geen Eevee. Come on, Eevee. Come on. Ik ben zo blij met de starters die we hebben gekregen. We hebben zo ontiegelijk veel trainingwerk te doen. Dat ik denk, nou ik weet wel zeker. We moeten gewoon letterlijk de streams door blijven zetten. Als we natuurlijk al aan het doen zijn. En die blijven dus ook in de Pixmon playlistlijst staan. Om gewoon Pokémon ook te blijven trainen. Gewoon, weet je wel, een beetje levelen en noem het allemaal maar op. Want anders gaat het hem gewoon niet worden om al die Pokémon op gewoon een goed level te krijgen. Want het is natuurlijk heel leuk om Bulbasaur te vangen. Het is nog leuker natuurlijk om uiteindelijk daar gewoon een Venusaur van te maken en noem het allemaal maar op. Dus we hebben veel werk aan de winkel. En dan wil ik niet zeggen van, yo, we moeten al die Pokémon aan een level 100 pompen. Dat wil ik dan niet zeggen, weet je wel. Maar op zijn minst wel dat we natuurlijk uiteindelijk gewoon de Evolve ervan hebben gedaan. Dat is, ja, dat moet toch wel, dat moet toch wel. We hebben hier een Pikachu en voor de mensen die hoeven we niet te vangen. Want deze Pikachu hebben we namelijk al. Oh, die is hoog level, wauw. En ja, mensen, als een bolstouwer, die heb ik expres niet. Oh, die gaat dood, hè? Die gaat dood. Ach, damn, zoet hij wel. Oh. Die heb ik expres dus niet opgeslagen. We hebben namelijk al een bolstouwer en 2 bolstouwers. Ja, hebben we eigenlijk helemaal niks aan. Dus die heb ik expres gewoon lekker gelaten. Want het is, ja, ik heb wel de loot ervan genomen. Dus no worries about that. Dat je denkt van, duf, je weet dat er loot op zit. I know. Die hebben we meegenomen. Ik zou mijn god niet meer weten wat het was. Maar ja, so be it. Weet je, so be it. Hallo, Telo. Hallo. Ik denk dat ik jou ook wel gewoon... Kan ik jou dood flame chargen? Ja toch? Ja, ik wou net zeggen. Dat werkt altijd wel lekker erop. Het begint nu avondnacht te worden. Eevee gaat sowieso denk ik nu niet meer spannen. Of het... Vamos! Wauw. Hallo Eevee. We met again. We met again. Oké, mensen. Nu is het gevalletje... Als ik een water pulse doe. HP-wise gezien moet dit lukken. Mensen, let op wat er gaat gebeuren. Let op. Dankjewel. Ik heb het namelijk ook op stream gehad, mensen. Dan kan het namelijk precies met HP dat je dus zeg maar dit overhoudt. En dan wordt het in één keer een critical hit. Tuurlijk, die kans is er, maar mensen. Eevee, kom op Eevee. Eevee, ik weet het. We zijn vandaag enorm verwend. We hebben starters gevangen. En als we nou jou ook nog vangen, dat, oh, wat een dag. Wat een dag. Kom op, Eevee. Eevee, ik weet dat je me haat. Ik weet dat je me pijn wil doen. Dat je me quick attack doet. Je kleine fluffe bol, ga in die Pokéball. We need you. Voor al je evolutions. Eigenlijk moeten we dan ook al bezig gaan met een breeding machine. Alleen. Mensen, hoe zit het eigenlijk als ik een Eevee ga breeden met wijze van een Pikachu? Krijg ik dan 1 van de 2? En ja, ik ging eraf naar dat we Eevee zouden vangen en well, there you go. Ben ik heel erg benieuwd naar mensen. Als ik nu een Eevee zou gaan breeden met bewijs van een Pikachu, krijg ik dan 1 van die 2 of what's poppin? Hoe werkt dat? Als iemand dat weet, laat het me alsjeblieft ja, weten, want interessant om misschien ook wel mee bezig te gaan. In ieder geval, ja, ik kan alleen maar zeggen, we hebben vandaag een zeer succesvolle dag gehad. Of ik nou ben getrold of niet met die Celebi, I don't know.
hebben heerlijke Pokémon gevangen. Ik ben er enorm hyped over. We moeten vaker dit ook gaan streamen. Denk vooral aan het weekend, want dan kunnen we natuurlijk in ieder geval Pokémon gaan trainen. En kunnen we meer gyms gaan verslaan. Uiteindelijk in de video's en weet ik het allemaal. Enorm veel werk te doen. Enorm veel vragen die jullie alsjeblieft willen beantwoorden voor mij in de reacties. En als je er toch mee bezig bent, mensen allemaal, enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Druk dat duimpje omhoog aan, klik dat abonneerknopje. En mensen, tot de volgende keer.